Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black and White 2, Soul Link van Sander van Gaming SB en Milan van Shine Sprites. Ben ik niet op, eventjes zeggen. Oh, wat moet je zeggen? We moeten opletten. Waar moeten we voor opletten? Geld lenen kost geld, let op. Je kunt het niet doen, je moet er altijd op letten als je het doet. Geld lenen kost geld, let op. Vergat weer dat jij weer onzin aan het doen bent. Onzin, hè? Sky Uppercut! Yo, Sky Uppercut, what the frick? Ik ben echt zo'n fighting type master hier ook, qua DM's. Of is submission normal? Ja, volgens mij is dat ook fighting. Ja, dat dacht ik dus ook. Oh, fucking X-Transceivering. Yo, ik wou dat ik geen calls aan het X-Transceiving was. Oh, booming. Wat een slechte grap, maar dan maak je uit. Ja, geeft niks. Wij gaan door naar Furbank. Nou ja, moet ik eerst nog zien hoor, want ze zijn hier zo erg hard aan het lullen. Bianca, laat me met rusting. Ik wou hem uit hebben eigenlijk, maar oké. Okay. Ja, ik weet hoe het werkt, bitch. Oh, sorry. Wat een vuile bitch. Nou, nou. Ik laat hem nu wel aanstaan. Goeie. Oké, okay, is dat Tauros? Taurosing. Is dat je... Is dat een encounter? Nee. Oh, ik dacht... Je zei het zo van... Oké, Tauros. Toen dacht ik... Ik moet een Tauros verslaan, ik. Ik ben echt zo'n fighting type mastering. Pas maar op, hé. Nee, ik pas op. Ik dacht even Horn Drill, maar het was Horn Attack. Ik werd even bang. Oh ja, dat is wel een verschil, het blijkt. Schijnt, bedoel ik. Confuse Ray, dat kan op zich wel van pas komen. Scorupying. Fly Axe. Haha, kijk. Ik kan eindelijk aanvallen met mijn Fly Axe. Nice. Ik hoef niet te healen. Een Farfetch'd. Het wordt tijd dat ik een elektrische aanval krijg op Shucky. Heeft hij... Oh, Thunderwave, ja. Dat is niet echt... Nee, dat is niets waar je echt heel erg blij van wordt. Update Pokédex. Nou, hartstikke leuk hoor. Maar ik wil nu weg. Mag ik weg? Mag ik weg? Nee. Nee, dat was duidelijk. Sjoen, jong. Hij laat me de double grassing zien. Yo, rally. I really can't right now, man. I really can't right now. Grappig. Jij bent zo'n Yokey boy. Ja. Oeh, Treecko. Treecko-ing? Treecko-ing. Frostlash. Oh, dat is heel kut. Ja, ik heb Bite. Ja, ja, voor de rest is die natuurlijk op iedereen super effective. Hier, one is KO, niks aan de hand. Ja, ik vergeet steeds dat ik niet alleen maar slechte moves meer heb tegenwoordig. Het ziet er gewoon een keer voor het eerst rooskleurig uit. Wait, weet zelf. Wacht zelf dan, hè? Nee, dat doe je ook niet. Hey, Moomoomilk, dat kan van pas komen. En Odd Incense, dat niet per se, maar nou, laten we maar gewoon wat trainers gaan bevechten. Eevee! Wat een vuile bitch. Oh. Nou, niet zo gemeen tegen Eevee. Misschien heeft Eevee wel een favorite mail. Dat was niet wat ik wil. Ik miste Razor Leaf. Weet je hoeveel accuracy Razor Leaf heeft? 100? 95. Oh. Dood toch, dat is niet de bedoeling. Banyard, is dat niet ook dark? Simon gaan. Steel dark. In deze game is steel nog not very effective op... Dark nog not very effective op steel bedoel ik. Is dat later anders dan? Ja. Dat was nooit, niet meer. Dat is niet meer bedoel ik. Okay. Dat was wel zo, maar dat is niet meer. Ik dacht dat het sinds Gen 4 niet meer was, maar blijkbaar is dat in Gen 5 nog steeds niet gefixt. Machoke en Dwebble. Yo, Shoal Shell? Ik hoor die grapjes onderin. Gelukkig. Dat was een leuk grapje.
Ook weer Maniac will buy for a high price. Weet je waarom? Nou. She's a maniac, maniac. Maniac on the dance floor. And she dances like she never had before. Zo. Ik kreeg great ballen, Sander. Great ballen. Kijk, echt. Die had je toch al? Nee. Nou, oh, wow. Sorry. Wow. Jij bent zo grappige jongen. Oké, okay, wat zit er in de markt? Eviolite. Die heb jij ook eentje? Nee. Oh, nee. Dat dacht ik. Life Orb, nee. Twisted Spoon, nee. Oké, Eviolite is wel nice. Ja, zeker. Dat is echt fucking OP hier, early game. Mhm. Oké, okay, Maractus is dood. Zo op level 14. Heel Seeking. Nee, dat is geen Seeking. Oh, nee. Sneasel. Even Great. Zo, Great Balls. Great Balls heb ik er 2. Pokeballs heb ik er 3. Laat ik mijn Pokeballs. Ik dacht eventjes, heb ik mijn grapje wel uitgezet? Anders zien de mensen de helft van de gameplay niet. En? Had je hem uitgezet? Ja. Oké. Okay. Wie is er bij de Furbank encounter? Ik had route 20, toen had jij de ranch. Ja, jij dus dan weer. Ben ik. Ja. Dat is mooi, dan kan ik nog eventjes. Oh. Zak voor de dubbel. Zeggen, dan kan ik. Double grass, man. Ja, je kunt dat altijd doen. Het is wel riskier, though. Ik ga voor de double grass. Oh, het is een Vaporeon. Oh, oh, maar Milan, ik heb al een water. Ik heb iets heel positiefs. We mogen straks weer de film doen. Maar ik heb een Vaporeon. En er zijn een paar dingetjes Backup met Vaporeon wat niet ideaal is. Backup air? Ja, oké. Okay, maar het is ook een Stone Evo. Dus ze. Ja, de volgens mij. Moveset is wel trash. Evolutions? Ik weet niet of dat bij Evolutions ook zo geldt. Maar het zou inderdaad heel goed kunnen dat Stone Evo trash is. Of dat moveset trash is. Oh, daar heb ik niks aan. Ik heb geen kut. Is dit Oh nee, dat is later. Hoe kom ik bij dat double grass dan? Iets naar beneden nog? Ja. Oh, je bent nou te laat. Anders dan moest ik tegen die guy vechten. Adino. Nee, dus volgens mag je trainen. Oh. Ja, Vaporeon is waarschijnlijk ook nog lastig te vangen. Zal ik eens opzoeken? Wat Vaporeon leert? Ja, dat, oh ja, dat kan. Ik probeer wel goed. Ga jij maar die... wacht. Ja, trouwens, jij gaat die... Wacht met die Audino zeker totdat ik deze heb. Ja. Sowieso. Ik had hem net bijna 3 shakes in een Great Ball, maar ik heb geen Great Balls meer. Hij leert op level 9 in Black and White Water Gun. Dus het kan zijn dat hij Water Gun al heeft. Hij heeft al Water Gun. Daarna leert hij ook nogal Water Pulse op level 17. Ah, oh, oké. Okay. Aurora Beam zelfs. Oh ja, dan heeft hij wel een goede moveset. Maar dan dus moet ik hem wel vangen. Oh. Voor de Evolutions geldt dat denk ik niet. Maar goed, het is sowieso een backup pair. Ja, dat is waar. Wat ga ik doen? Supersonic, sowieso. Ik ga tackle doen, even kijken. Oké, dat was wel de moeite waard, gelukkig. Ik heb nog 2 Premier Balls. Ik heb hem. Nice. Ik doe een Water Gun, anders dan gaan we hem denk ik niet halen. Oh, dat deed niks, joh. Adino is ook gewoon level 10. Vind ik best hoog, trouwens. Aan de andere kant, ik heb 3 Pokémon van level 13, dus... Ja, dit durf ik wel aan. Misschien zelfs... Nah, nee, ik ga nog geen Great Ball doen, maar wel een Pokéball. Oh, Poseidon, leuk. Nice, weer een pair. See! Ja, alleen deze kunnen we dus nu niet gebruiken nog. Nee, dat maakt niet uit. Ik weet wel hoe ik deze ga noemen. Nee!
Dan moet je later naar de name raten. Weet je hoe ik hem wou noemen? Audino genoemd, hè? Ja. Ik wou een pijn een of dino vervangen, noemen. Bedoel ik. Lol. Ik vind hem grappig, Sander. Ja, ik ook. Het is alleen jammer dat ik niet fucking normaal kan de game kan besturen. Een band van de focusing. Ik had ook een Teddy Ursa of een Ponyta kunnen hebben. Laat me weg, Renning. Ah, dan wow, ja. Ik was bijna Chucky kwijt. Chucky is gelinkt met mijn Fireplume. Nee, Crobat. Crobat? Dat kun je niet maken. Oh, dat is geen trainer hoor. Nee, dat is geen trainer. Nou, ik merk het. Niet. Ik hoefde niet tegen hem te vechten. Yo, Zubat? Ik heb wel heel snel tegen hem gevochten. Ik moet switchen, want anders... als ik niet weg kan rennen, ben ik genaaid. Ja. Oké. Even switchen. Oh. Sander, die is even druk. Dus ik ben nu heel... Nee, ja. Er kwam eventjes iemand storen. Ik hoor het. Ja. Kan gebeuren, hè? Nou. Ja, dat is zeker waar. Ja, what the fuck gebeurt hier? Ik weet ook niet of het te verstaan viel. Wat er gezegd werd. Nou, niet door mij in ieder geval. Als het in de opname wel is, dan weten jullie mooi dat mijn kat gisteren gekotst heeft. Nice. Dat is ja, daarom. Het is zo heel bijzonder was het ook niet. Wordt hier een partijtje gestald door een Skarmory? Ja, nee. Die Skarmory was echt een vuile... Ik weet ook niet. Wat moeten we hier ook weer doen? Je moet in de donkere gras rechts. Nee, aan de rechterkant. Nee, hier? Rechts. Ja. En dan daar naar boven. Ja, dat werkt niet. Cacturn. Oh, dan ben ik wel blij met een Audino. Alhoewel. Slow start. Ja, ik ben zeker blij met een Audino. Oh, de ability hebben we nog niet eens gecheckt. Nee. Jij wel? Misschien. Weet ik niet. Sand Force. Boost certain moves in Sandstorm. Oké, dat is niet zo. Boeien. Certain moves ook. Wat een vage beschrijving. Ja. Yeah. Moet je tegen die guy praten? Ja. Oké, dan ga ik dat even doen. Yo, Golbat? Golbatting. Een frisse water, kaboom. Ja, ja. Een kale man met een Caracosta. Ja, dat is zo'n turtle man. Dat klopt, ja. Darmanitan. Oeh, die kunnen we wel bubbelen. Alleen, bubbel is nog zo'n slechte aanval. Ja, dat is wel jammer. Zal ik je even mijn Pelipper anders uitlenen? Die is wel goed. Ja, wees Pelipper van mij. Ik ga nog even gauw... Ik weet dat jij loopt toch weer voor, maar... Ik ga toch even gauw kijken naar de... Ability. Kut! Ja, dit was echt mijn schuld. Dit was echt mijn schuld. Ik heb te veel risico genomen. Dit was zo onnodig. Dit was zo onnodig. Tot zover mijn Vital Spirit Crobat. Met Bite. Je kan wel je Audino nu gebruiken. Dus. Die heeft wel Shedskin. Oh. Trouwens. Maar ja, die is low level. Dit was zo onnodig, hè. Ik haat mezelf. Chucky was ook echt power geweest. Het is alleen jammer dat hij nog een Chucky was. Of een Chucky en Chincho was.
Ja. Was maar, dat de gym leader? Nee, dat was de eerste gastje in de gym. Maar ja, het was gewoon niet nodig. Het was gewoon fucking slecht. Wat gebeurde er? Ik zat ook helemaal niet op de leiding. Ik werd gewoon door een rage werd ik gekild. Ah. Ik was gewoon echt niet aan het opletten. Ik dacht dat ik het wel zou halen, alleen ik killde hem niet met mijn move. Waar is je... Oh, die had je al wel in de box gedaan. Ja, die had ik in de box gedaan. Ik dacht dat je die nog bij je had, joh. Maar ben je ondertussen wel naar de box geweest. Ja. Waar ik niet gezien heb. Zo'n Murkrow. Oeh, die... Die kan nog wel eens pursuit hebben. Ga ik het proberen met Audino dan maar, denk ik? Ja, ja. We kunnen ook eerst kijken welke moves die heeft, natuurlijk. Ja, maar hij doet nu een paar keer pack, anders had hij meteen al pursuit gedaan, toch? Of niet? Of is dat naïef? Nou, dat weet ik niet. Bijna een pokebal gegooid? Nou, dat gaan we echt niet doen. Sorry kijkers, dat ik zo'n fucking noob ben. Pursuit, hier! Oh. Hij heeft hem gewoon. Wat een lul. Nee, maar dat is goed, want dat ik daar op bedacht ben. Ja, hey, double slap, die 3 times hit. Triple slap. Hey, een combi. Nee. Hij heeft nog steeds double slap. Shoot. Ik ga nog een keer de sweetheart. Oh, sweetheart. Just use your sweetheart, zeggen ze dan. Mhm, dat zeggen ze. Dat is een crit. Een mammozwijn. Het wordt ja, spannend, ik ga dit gewoon stallen. Nee, dit kan wel. Ja. Wacht, waarom mis ik elke keer? Wat is dit? Ik weet niet waarom ik mis. Waarom mis ik? Hé? Hoe kan ik Psybeam 4 keer missen? Doe nog eens. Doe zonder speed-up. Oh, accuracy fell. Never mind. Ah, dan doet hij die ene attack. Nee, de mudslap. Mudslap, ja. Ik heb heel meer, trouwens. Ja, daar gaat je accuracy ook van omlaag. Yep. En mudshot gaat je speed van omlaag. Figure off, daar heb ik te leap voor. Waarom moet ik nou weer tegen een kut Pokémon? Weet ik niet. Ja, of je moet switchen. Of zijn... Oh ja, de rest is natuurlijk weak. Lekker voor je, bitch. Oh nee, ding is niet. Vaporeon was niet weak geweest. Nee, maar die is wel zwak. Als in zijn level. Ja, oké. Okay. Ik dacht van Audino ook, maar... Die heeft het ook gewoon overleefd, hè? Dus in dat opzicht... Nou, Roxy, wat heb je voor me? Roxy! Leuk! Oh. Gaan we weer dood? Alsjeblieft niet, hè. Dan word ik echt boos. Ik ook. Ho, Furring Complex, daar moeten we niet naartoe. Ik zat te veel op jouw beeld te focussen. Oh, nee. Wat kut. Je had hem anders dood gehad, zeker. Ja. Maar ik denk dat hij niet zoveel kan, behalve rap. Dat denk ik ook niet. Nou, dat doet echt niks. Dan moet ik toch eventjes zo'n... Zijn ring, de Deoxys, is verslaging. Yes! Dan gaan we misschien niet dood. Misschien, zei ik. Voordat de game ons gaat naaien. Dat zie ik hem nog wel doen, namelijk. Dat is niet de eerste keer dat dat zou gaan gebeuren, namelijk. Nee, precies. Livian. Bite. Oeh, nu moet ik... Ja, nee, dat kan wel. Ik mag alleen niet missen. En dat doet hij ook niet. Goed zo, WC Eend. Ik hou van Sander, ik heb de tweede gym. Oh, ik krijg fucking veel XP voor de Livian. Oh ja, wacht, ik heb tulp. Die resist. Nice. Ik was eventjes heel bang voor een Rotom. Ja, had ik nu maar... Kut!
Dit is heel kut. Ja, of ik moet Ardino. Nee, die kan niet hitten. Oh nee, WC1. Oh, wat kut. Ardino hit niet. WC1 is super effective. Hij... Waarom hit Ardino en niet? En Tulp ook niet. Hij is Ghost. Nee hoor, hij is Fire Electric. Oh ja, hij kan geen 3 typings hebben. Daar, for some reason dacht mijn brein dat wel. Hij doet wel veel damage. Confuse Ray ook nog. Wat kut. Ah. Tuurlijk. Ik, mijn TM slaat echt helemaal nergens op wat ik allemaal voor onzin krijg. Stunspoor? Hey, die heb ik. En Leech Life had ik ook gekregen, weet je nog? Ja. Ik ben zo'n bugmastering. Oh nee, Stunspoor is geen bug trouwens. Paralyzed and Confused, jezus. Oh ja, Shedskin. Nice. Nee! Oeh, hij crit jou. Nee! Nee! Je leeft nog, je leeft nog. Oké, okay, dat had ik niet verwacht. Ja, hij kan thundershocken, dat is echt kut. Maar hij heeft nog geen fire move gedaan. Ja. Maar willen we dat riskeren? Ja, ik denk dat jij één fire move wel moet kunnen hitten met Tulp. Als hij nu trouwens een fire move doet, dan slaat het echt nergens op. Oh, Uproar. Ik denk niet dat hij een fire move heeft. Hij zit vast heeft. In Uproar nu, toch? Ja. Wat moet ik doen? Ik denk Aura Sphere. Oh, maar Uproar wordt wel steeds sterker. Nee, Uproar wordt niet sterker. Weet je dat zeker? Maar sowieso hier nu, toch? Out, hè? Of Iceball. Oké, dat is waar. Maar als hij een crit heeft... Dus sowieso healen, toch? Of niet? Ja, ik zou zeker healen. Ja, zeker. Oké, ja, just... dat we op de same page zitten. Sure. Calm down. Oké. Dat is aan de ene kant kut. Aan de andere kant is dat mooi als hij Thundershock doet, inderdaad. Oké, we did it, boys. Nee, Confuse Ray. Ik juich niet te vroeg. Yeah, ja, ik juichde niet te vroeg. Haha, ik had jou weetjes. Tulp doet zijn best. Yo, heette deze gitarist nou Billy? Eilish? Oh, ik dacht aan Billy Joel. Dat kan ook. Die zit iets dichter bij het spectrum van... Gitarist. Ja. Ik ben zo boos op mezelf van die Chinchou, want het was gewoon niet nodig. Nou, dat is mooi, want ik ben ook boos op jou vanwege die Chinchou. Wow, wat? Jij moet zo zeggen, ah, dat kan gebeuren, Mina. Niks aan de hand. Nee. Nee, dat kan ik in de gaten. Gozer, rustig. Het was een grabje. Nou, nee, dat is niet. Nou, leugens. Ja, dat klopt. Je kunt er best doodgaan, hè? Dat gaat sneller. Ja, maar ik moet toch wachten op jou. Since Follow Me is gone. Illumise can be for the first time. Niet eens een 1-KO, wat een loser guy. Je had geluk dat er weer geen crit was, hè. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou doen, sorry. Swadloon. Tulp? Of Ardino misschien? Ja, Tulp. Nee, Tulp. Oh, ja. Poison Powder kan ik natuurlijk doen. Nee, ik heb geen Poison Attack, ja, dat is zo zonde. Geen... Ja, precies. Dat ja. Geen damage. Kan je beter gewoon Aura Sphere doen. Not very effective. Ja, want hij is een bug type natuurlijk. Geef je dat zijn bug bite neutral is? Ah, ik werd weer gepursued. Gelukkig niet dood. Oh, dit was heel dom wat ik deed. Ook bij een, hoe heet het? Hornscrow, waarvan ik nog zei van, yo,
Oh nee, dat was een Murkrow. Ja, nu moet ik wel fresh water. Dit is precies hetzelfde. HM1, kut! Wat kut? Oh nee, wat handig, denk ik. Een crit, dat is pas kut. Ja, dan moet ik nog een keer fresh water. Since you've been fresh. I get water for the first time. Ik moet healen. Als hij een crit krijgt namelijk, dan ben ik fucked. Oh god. Super potion. Ik ben fucked. Ik ben ook fucked. Ik ga hem... Ik moet hem poison powderen toch. Oké, met een crit doet hij 30. Dus ik ga nu Aura Sphere doen. Zeker, zei ik. Ik heb hem toch gepoisoned trouwens. Nee! Dat had ik niet aan gedacht. Oké, ik heb de Lugia verslagen. Ja, ik heb een probleempje. Ja, WC 1 te slagen, level. Heb je nog frisse... en Audino? Nee. Ja, dat kan ik wel proberen. Dubbel slap, 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 klap, klap, klap. Ja, dat kan wel. Klap, klap, klap. Dat is toch van Jimmy Neutron, die guy? Ja. Yeah. Ah ja, dat ik dat nog weet. Oeh, dat doet ook veel. En dit doet niks. Maar wel drie potion keer. Damage. Als ja, ik ben echt blij nu dat potioned, ik... dan is het echt een bitch. Hij heeft al een keer gedaan, dus ik denk niet meer dat hij dat doet. Lekker zo. Stallen met poison. Je hebt het niet gehoord. Ja, ja, heal jezelf weer. Oranberry denk ik toch? Het is zonde om nu. Maar als hij nu een crit zou krijgen, dan ben ik dood. Oh, misschien was ik dan ook niet eens dood geweest. Je hebt hem op de Jordi manier gewonnen. Op de Jordi manier? Ja, je hebt gestald. Oh. Ja. Ik had direct die... Ik zei het toch, ik had direct die poison moeten doen. Ja, dat had inderdaad slim geweest. Je hebt gelijk. Ik had het zelf niet gedaan, maar nu je het gedaan hebt... Wat... Je hebt weer een goede TM gekregen. Ik hoop zo... Waarschijnlijk kan Tulip die. Ja, ik hoop eigenlijk op Audino. WC 1, lol. Ik zou het gewoon doen. Gewoon een goede aanval. Ja, voor Growl, denk ik. Wat is stil? Ik vind het echt heel eng. De rom is verdacht stil. Oh, dat komt omdat ze nu natuurlijk allemaal uitgespeeld zijn. Ja. Oh, ik vond het... Inderdaad aardig. Ja, want zij gaan zo... P, O, K, E, M, O, O, N. Pokémon! P, O, K, I, M, Ja, dat gaat zo snel. Pokémon! Hoe wil je langzaam doen? Ja, ik heb ook een langzaam speed-up. Ik wacht gewoon tot... Want jij moet de volgende encounter doen, dus ik wacht gewoon op jou zo. Je moet eerst Poké Star Studio doen. Yes! Gelukkig! Laat ik eerst eens in de markt kijken. Wat kunnen we hier kopen? Een Master Ball? Een Firestone? Die moet je onthouden. Good Berries. En een Cell Battery. Burn Drive? Oh, dat is voor Silvally zeker. Nee, Silvally bestaat toch nog niet. Oh ja. Genesect. Is Genesect ook een Arceus rip-off? Nee. Waarvoor heeft hij dan die Burn Drive nodig? Omdat hij een Arceus rip-off is. Nee. Soort van wel, soort van niet. Oh, ik moet hier allemaal niet zijn, jongens. Yo, weet je wat ik ook kan doen? Dat weet ik niet. Vertel eens. Ho. Ja. Kan ik het nog sneller? Ik merk er alleen nog niet zoveel van, maar goed. Mm-hmm. Ik nu merk ik het. Ja, ik merk het wel. Ja. Panyard. Ga even dood, alsjeblieft.
Kijk, nu is de super combo klaar om gebruikt te worden. Nice. Maar kunnen we... We kunnen zeker niet direct in die sewers, hè? Dan moeten we eerst naar boven. Ja, we moeten eerst met de gym gepraat hebben voordat we in de sewers... Oh, maar dan kunnen we daar ook nog misschien wel een encounter. Ja, we kunnen, volgende aflevering. We kunnen zometeen 4 encounters doen voor de gymleader. Oh, dat is wat chill. 4? Oh ja. Ja, route 4, Castalia Sewers, Relic Passage en Castalia City. Zo lang. Pokestar Studios hadden ze er echt uit moeten knippen. Wat een onzin is dat, hè? Ja, dit duurt me ook gewoon veel te lang. Oh, ja, oké, okay, ik mag door. Rental? Ja. Ja. Weet je nog? Of nee, niet per se weet je nog, maar. Ik snap nu eindelijk wat soms bij die Nuzlocke's die ik wel eens kijk online bedoelen met dat ze zich kut voelen omdat ze een Pokémon kwijt zijn geraakt. Normaal denk ik van ja, meestal kan je dit niet zo doen. Maar nu denk ik echt van dit was fucking dom. Waarom heb ik dit gedaan? Ja. Weak armor, wauw. Sander verliest expres zodat hij eerder klaar is. Ja. Hij is zo'n speedrunner. Ja, speedrun tactic. Oh. Oké, ik kan nu gewoon niet verder. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik druk dan de hele tijd op B, omdat ik denk, dan ga ik niet de hele tijd opnieuw met mensen praten. Spoiler. Dan druk je dus omdat je de video niet op wil slaan. Ja, dat is werking dom. En dan moet je zo meteen op 2 team plasma duwtjes bevechten. Je freeze! Nee! Oh, hij stopt wel. Oh, dat zul je net zien. Ja, deze moet... Dit is echt een ticking talking. Ga je trouwens... die blooper, ga jij die ook nog op je TikTok zetten? Ik denk het niet. Ik denk dat ik die gewoon puur aan jou laat. Maar het is jouw serie, als je wil. Dat maakt niet uit. Nee, nou, gebruik hem gewoon. Je weet dat het mag, hè? Ja, maar gebruik hem gewoon. Ik vind het prima, hoor, zo. Het is alleen maar reclame, hè? Voor jouw serie, dus. Oké, nu moet jij dat hele Team Plasma gebeuren nog doen? Ja... Doe dat ook nog maar voor deze aflevering. Dan kunnen we nog snel een volgende aflevering opnemen daarna. Ja, precies. Volgens mij gaat het wel oprecht echt sneller. Oké, nou mooi toch? Ja, zo ziet het er ook wel uit, moet ik zeggen. En misschien dat het ook nog helpt om je X-transceiver uit te zetten. Oh. Ja, dat doen we later wel. Een ugly buffing. Oh, ik wou zeggen. Ja. Wel lastig, hè, die fairy types in deze game. Nou, oh, wacht eens even. Hij is geen fairy type. Lutheboy. Lutheboy. Oké. Okay, attract. Ik kan dit zo niet bewegen. Growl, denk ik. Ja. Grom. Ja, run maar. Rennie. Ren maar weg, je vuile visa bitches. Wow. Zijn ring? Hoe durf jij? Wat? Het zijn geen aardige mensjes, dus dan mag ik ze best bitches noemen. Wacht, je moet... Nee, je moet nog naar dat gastje in de vorige route. Hier? Oh. Nou. Ja, daar. Hier. Ja. Terugloping. Ik kan me dat helemaal niet meer herinneren. Verder terugloping. Ik weet niet of ik die... Verder terugloop.
Wauw, Sandring, goed bezig. Die heb ik de vorige keer geontwekend. King's Canyon. Switch naar Tulip in de oude sfeer. Ja, oké. Ik denk, ik ben 5 levels hoger. Kan wel, nee hoor, kan niet. Oh nee, toch niet. Ja, zet. Hoe lekker is die XP share die je hier in Castelia krijgt? Dat weet ik niet, dat heb ik nog niet ontdekt. In onze vorige run. Heb je al die trainers ontweken de vorige keer? Deze guy? Nee, je moet nu naar hier helemaal naar beneden. Nee, hier helemaal naar beneden. Oh ja, ik weet het weer. Team Plasma 1. Met een chatbot, die kan je verslaan, Sander, ik geloof in je. Nu ik nog. Nee, ik geloof er ook wel in. Nu wie? WC1. Oh, die is nu wel een beetje wat lager leveltje aan het worden. Ja, die moet weer even terug naar de MVP-status. Confusion. Is alleen geen stepper, moet je onthouden. Nee, ik doe wel gewoon wing attack. Ik denk dat dat het best werkt. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, dat denk ik niet. Hi, Gunning met de waterring. Nice. Oh, huh? Oké, okay, mirror move. Ik dacht wel zeggen. Wanneer sound type dan, hè? We toch over chatbot hebben. Let's go. Kunnen ze die fairy type eindelijk eventjes nerven, want jezus. Ja, maar fairy is wel een van mijn favoriete types. Ja, maar hij is wel echt heel, heel buffed. Dat klopt. Je vroeg om de encounter. Ja, maar dit is, dacht ik, sneller, maar ja, ik denk jij nu anders over. Nee. Ik ging nog expres niet rennen, ik denk dat komt wel goed, maar nee. Money. Nou, doe maar alvast je afsluiting, dan. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet Sander's kanaal niet te checken, die staat in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.